Oh ja, wat trek je? Ja, dat werkt zelf eigenlijk niet. Een goede baan zou me liever zijn soms. Maar, ja, wat trek je? Ik denk dat het een ziekte is, hè? Een verdomde ziekte is het. Hoe ben je erin teruggekomen? Nou, toen geboren werd. Mijn vader was motorgek en mijn moeder was motorgek en ja, bij de motorfietsen, bij een bromfietsenzaak toen later en ik weet niet, ja, dat groeit. De stroopbalen, kun je er één krijgen per dinges, moet ik die gaan halen? Ja. Zit die er niet bij, is het niet voor die blauwe kaart en gewoon? Nee, stroopballenkaart is het. Stroopballenkaart, tubbellen gaat apart zeker. Nou, toen mocht ik een keer van, zo is het eigenlijk gebeurd eigenlijk. Dat ik kwam met mijn vader bij Van Veen, hier te Willem de Zwijgenlaan. Toen zei hij, wil jij een keer op zo'n kruidertje rijden, zo'n racertje. En toen skelderde ik dus. Hè. Ik zei, natuurlijk, achter elkaar. Nou, hij zei, dan moet je vanmiddag naar Zandvoort gaan. Hij zei, dan zijn die jongens uit Breda. Hij zei, dan mag je een keer op zo'n ding rijden. Dan zal ik even versieren. Nou, bij naar Zandvoort. En toen mocht ik even rijden op zo'n ding. Nou, toen draaide ik... al 2 of 3 seconden langzamer als degene waarvan het ding was. En ik vond het zo makkelijk en dat stelde allemaal geen reet voor zo'n bromfietsje. Dat mijn vader die zag dat waarschijnlijk wel wat in of zo, weet ik veel wat hij zag. Maar 14 dagen later had hij een Thomas gekocht. Een racertje. Ik heb 2 helpers, 1 voor de pit zijn er door te geven en 1 als er problemen zijn. Ja, zeker. Ja, dan moeten die 2 helpers daar toch de mogelijkheid geschapen worden om daar te kunnen komen. Ja? Nou, als u dus nou eens 2 stroopballenkaarten die wij hadden gekregen van deze man, dan had hij dus gebruikt of u geeft ze dus weer aan een ander door. Nee, dat ligt nog niet de oude hoeren. Ik heb zelf 2 helpers. 1 rijker voor de firma Meurs en 1 rijker voor de firma Niemand. Ja? Ja. De 2 fietsen. De 2 hele dure fietsen. En die moet ik goed rijden. Ja? En moet u daar nou per se dus 2 stroopballenkaarten voor bij hebben? Kunnen ze met 1 stroopballenkaart, kunnen er 2 mannen daarvoor komen? Ja, want dan staat daar weer. Als staat u een ander wilt, en dan moet u maar met deze meneer dus verder overleggen. Ik bemoei me daar verder niet deze mee. Deze meneer heeft het dwars gekocht. Moet u helemaal zelf weten. Ja, nou, als u dus meneer Jansen moet hebben, dan zoeken we hem zelf. Maar dat is de baas. Hè? Nou, dan moet u meneer Jansen dus zelf weer opzoeken. Ja, bekijk het dan maar even. Als ik hem zoek, als ik hem dus zie, laat ik zo zeggen, maar naar wie moet ik hem naartoe sturen? Bron. Ja, ik ben helemaal niet lastig. Kom alleen voor me recht op. En mijn recht is om te blijven leven. Wat verdomme, dan ga ik voor op de vuist hoor. Als ik nou Engels praat, dan krijg ik gelijk bij kaart. Maar omdat ik gewoon die boerenlandstaal praat, ken ik het wel of niet. Ik heb altijd moeilijk in met een Nederlander, buitenlander. Ik zou nooit een Nederlander kopen. Nooit. Nooit. Ah, ja. Meneer Blom, moet je goed luisteren. Als ik u nog vertel dat hier vandaag 3 buitenlanders kwamen die helperskaarten terugbrachten. Ik ben hier alleen maar met mijn dame. Ja, had geen helper, maar hij bracht die kaart terug. Nou. Maar er is niet 1 Nederlander die voldoende heeft. We willen die moeilijkheden niet hebben. Kijk, als de organisatie in het begin niet klopt, krijg je aan het einde heel wat moeilijkheden. En dat heb je nog wel. Wij hebben altijd nog de roep, niet. De roep in binnen- en buitenland dat het een perfecte organisatie is. Nee. Wat ze nergens zo vinden. En waar de figuren niet in elkaar dat stoppen. Heeft het stichtingsbestuur geen cent, maar er ook voor geen syllabel mee te maken. Daar is de firma uit Enschede die de tribunes verhuurt. Ook lag hij in de tent, lag hij te slapen. Hè? Die gek. En stonden die 50 stonden warm te draaien. Maar ik wist niet dat hij in die tent lag te slapen. En stond warm te draaien. En dan lag hij zo met zijn duim. Heel gelukkig te kijken. Hij vond het zo mooi. Je bent getrouwd, je hebt 2 kinderen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover ze. En dan toch deze sport, hoe je het ook bekijkt, is hier gevaarlijk. Gevaarlijk? Dan ben je gek. Gevaarlijk is wat je er zelf maakt. Je moet het een beetje bekijken. Gewoon een KCM. Hoe is de veiligheid van het circuit? Nou, miserabel. Hoe bedoel je? Nou, dit is. Zijn in de training al ettelijke goed gegaan. En jongens hebben een hele hoop geluk gehad.
Cas Zwart en Jan Riedijk. Jan Riedijk niet zo erg, want daar weet nog niemand wat van. En hoe heet die Chili-rijder? Hoe heet die Chili-rijder? Die Hagenees. En Koelman. Die is dus... ja, dat weet dus ook eigenlijk niemand wat van. Ik tenminste niet. En ja, hoe dat nou precies gaat. Dus. En nou zijn er net weer twee gegaan. Dus Adrie van den Broeke en Leo Camus. Die meiden zijn helemaal over de zenuwen. Er wordt niks verteld. Niets. Alleen een rijder die komt binnen van ja, ze lagen alle twee langs de weg. Er is er ook nog een Engelsman in het publiek ingevlogen. Maar dat ligt gewoon in 99% aan het wegdek. Maar twee jaar geleden mocht er niet meer gereden worden. Hier. Woorden van meneer Major. Maar het was 25-jarig jubileum en toen hebben ze toch maar gereden. Maar er zou nooit meer gereden worden. Maar dat is een half jaar geleden. Dus, En er is niets aan het circuit veranderd? Nee, niks. Hebben die gaten die erin zaten, hebben ze volgehouden met stront of zo. Want er is verder niks. Helemaal niks aan gedaan. De hobbels die zijn nog erger geworden door die landbouwvoertuigen. En dan gaan de ziekenwagen. Dat is niet zo fijn. De veiligheidsmaatregelen van de KNV die waren tot dusver eigenlijk al spreekwoordelijk. Niettemin, wij hebben er dit jaar nog meer aandacht aan besteed in verband met al eerder voorgekomen klachten over ongevallen. En daarbij hebben wij ingeschakeld, dat we zeggen dat heeft dan de Centrale Sportcommissie gedaan, wegenexperts en de betrokken autoriteiten van de gemeente waarin de wedstrijden plaatsvinden, waar de circuits gelegen zijn. De ongelukken die zijn voorgekomen hebben in feite met de situatie van het circuit niets te maken. De rijder Mike Grant, de Zuid-Afrikaan, die is in het publiek gereden en na controle door de... Dat is een kwestie van de rijder zelf. Een vriend van mij die is dus verongelukt, leuke muur dus. En zijn vrouw zat nog erg in de put en zo. En hoopjes toestanden, hoopjes problemen. Dus ik heb mijn vrouw met haar dus naar Frankrijk gestuurd. Gewoon dat ze gewoon even eruit is, met kinderen mee. Dus een beetje afleiding en zo. 14 dagen eventjes helemaal weg. Alleen ik zit ermee nou. Ik moet zelf je koffie maken. Zo. Dat is niet zo fijn. En dan komen we al bijna vanzelf op het probleem van veiligheid van circuits. Leo is in Tubbergen verongelukt. Ja. Hoe moet voor jouw gevoel een echt veilig circuit eruit zien? Een behoorlijk wegdek. Breed en een beetje uitlopen in de bochten. Er is niks. En geen huizen op in hoeken en zo. Dan zou je dus zeggen een veilig circuit. Veiligheid, dat wil dus bij mij zeggen. Dus als je een keer op je smoel klapt, dat je dan toch nog levend eraf kan komen. Dat je nog een kans hebt eigenlijk. Dat is bij mij een veilig circuit. Zo'n Zandvoort, toen er geen vangrail stonden, was het prima. Perfect. Maar ja, kun je eigenlijk ook ongelukkig rijden. Maar jezus, ja. Dan moet je niet gaan racen. Wat ik ernaast doe, werk aan die fietsen, spul klaarmaken, voor de rest niks. Nou, jij weet wel wat de startgelden zijn, dus je weet dat het wel eens touwtjes in elkaar knopen en zo. Maar waarom doe je er niks naast? Je kan er niks naast doen, gewoon geen tijd voor, dat is... Nou rijden we dus Zandvoort en in Joegoslavië en dan krijg je as, Francorchamps. Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije, Zweden, Finland enzovoort. Nou, dat is allemaal achter elkaar. Nou, je rijdt je aan een puist met die auto. En, je zit meer in auto's dat je die motorfiets rijdt. Maar het is wel zo dat je het
Tsjechoslowakije zit, ik met een tenengang terug moeten om hier een kampioenswedstrijd te rijden. En dan weer met een rotgang naar Zweden moeten. Dat krijg je dus wel. Dat ik steeds hier weer in Nederland moet. En dat is wel vrij duur. Mede omdat er dus geen startgelden worden betaald in kampioensraces. Je hebt dus alleen maar prijzengelden. Ja, de eerste prijs 160 of 165 gulden. Dat is ook niet de moeite. Maar je rijdt, je moet vaak een 1000 kilometer voor een rij eigenlijk. Nou, dan krijg je met 160 gulden niet gedikt. Nee, alles met 50 nodig, maar anders niet. Jobie. Jobie. Hier. Look. Oh, Patia. Motorcyclist die speciaal rampje zet. Zijn we er al? Ja. Ik kan weer iets tijd worden. Ja, nou, maar kikker ook, hè? Hoe lang geslapen dan? Nou, een uurtje twee. Kijk eens even, moet je buiten kijken. Mooi, hè? Hé, dan mag ik. Kijk. Zee. De zee, de zon en de maan en de sterren. Kijk eens. Zeven. Kijk eens even. Hier zie je. Oh, wat mooi, hè? Zie je? Oh, echt zo'n aanspoortbocht. Ga gelijk zwemmen. Ja, hier is het. Nee, dat heb ik wel verkeerd, hoor. Ook nee. Juist die kant op. Ja, hier, kijk. Ja. Er stond net op. Hier, daar. Daar is het. Daar beneden. Oh, ja. Oké, moet je even kijken. Mooi, hè? Zie je dat? Ja. Kijk eens even. Wat een mooi circuit. Zie je dat? Als dat het is, hoor. Als het het is. Hier, kijk. 300. 200. Dat gaan we niet. Oh, 2,5 honderd keer mag gaan remmen. Ja, dat is er niet. Nou, easy en easy go, hè. Kijk eens even. Hier zo'n vuppeltje erin. Ja, remmen. Jezus. Oh, wat is wel breed. 5 kilometer. Met. Sportkie zegt dat. Reluke rejekker. Het gaat even met het oude ding. Het is druk al, hè. Je rijdt onder meer op het Japanse merk Suzuki. Betekent dat nou ook dat je grote financiële steun van de fabriek of van de importeur krijgt? Niet in te maken. Niet in te makkelieren. Nee, geen financiële steun. Ik heb dus na dit jaar dus een motorfiets gekregen. Dat wil zeggen een frame en een blok. In het vooruitzicht gesteld dat ik voor Assen een complete nieuwe fiets zou krijgen. Dat dit dus onderdelen waren. Het heeft nou tot nog toe wel bewezen dat het alleen maar onderdelen zijn, want het is allemaal kloten van de bok. Een hoop is alleen ermee met de dingen. Ik heb altijd een ding uit de serie wat niet zo dinderend is. Nou, die heb ik nou. Er is een Rob Bron fanclub. Wat doet hij precies en wat betekent hij voor jou? Nou, die liep vorig jaar allemaal een beetje aan de hand, omdat ik dus veel schade in die fiets had. En, ja, er was een paar duizend gulden hadden ze. Dit is nodig links en rechts bijgespijkerd en toen kon die fiets weer in orde maken. En toen was de fanclub toteloos en failliet. En nou ja, dan krijg je allemaal toestanden allemaal, weet je wel. Van, die zegt, ja, maar je hebt toch een fanclub, je hebt toch geld zat en weet je wel. En, dus toen heb ik gezegd, jongens, oprotten met die fanclub. Het is allemaal waardeloos dan. Nou zijn er een paar mensen in Groningen, die hebben het dus dan overgenomen. En die praten nergens over. En, Wie staat er mee, jongens, voor de fanclub, Rob Ron? Oh, ja. Ja, ik ben er. Ja, ik ben er. Ja, ik ben er. Ja, ik ben er. Maar het zou niet meer. Stuit erbij, jongen. Ja, bedankt. Ik ben Katrien Veeniga. Ik ben de voorzitter van de fanclub van Rob Bron. En wij proberen hier zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om Rob te steunen, dus voor zijn races. En hoe doet u dat? Door verkoop van foto's en stickers. Ik ga veel zaken bij langs en vragen of ze willen steunen. Ik vind een goede rijder en ik vind dus, omdat hij dus helemaal, nou privé dus eigenlijk alles voor elkaar, nou ik heb hem dus meegemaakt na die ongelukjes die hij heeft gehad en dat hij dus helemaal zo weer op gaat klimmen en dan toch weer die energie kan krijgen om door te gaan. Ze waren in Nuremberg, mijn tent afleiding ging daar. Nee, je moet toch slapen, dus
Toen kom ik een week later, kom ik daar, stond er een nieuwe tent in de gang, hadden ze versierd daar. En het gaat in Groningen makkelijker dan hier in Amsterdam. Dus wat ze daar zo het zieke idee konden maken. Dat is hartstikke leuk, mooie tent. Slaaptent eruit, een vreselijk groot sleutelschuur. Groter dan dat ik hier heb. Maar het is de laatste tijd wel nodig.